Ja, tot zover deze hartekreet. Die we ons aan moeten trekken, denk ik. De vergelijking tussen cultuur en de KLM. Aan tafel inmiddels weer twee mensen. Acteur en regisseur Bruun Kuijt. En Lotte, je dochter. Je hebt je dochter meegenomen. Ja, zij zit op de MBO Theaterschool in Rotterdam. Ja. En studeert dit jaar af. Of over een maand al, hè, Lotte? Ja. Wow. Ja. Ja. Dus ja, het is eigenlijk nog belangrijker dat zij hier zit aan tafel dan dat ik aan ja, tafel ja, dat vind ik heel aardig als vader. Dat zou ik ook als zeg ik ook altijd als ik mijn zoon ergens of mijn dochter mee naartoe neem. Nee, maar laten we even met Bruun, laten we met jou beginnen. Ja. Mensen kennen jou wellicht als Echte Man met Rick Hogendoorn in het verleden. Ja. Maar tegenwoordig ben je vooral regisseur, hè? Klopt. Ja, ja, ik heb, ik denk rond de 134 regies gedaan. Rond, gewoon 134 regies. Je houdt ze bij. Ik hou ze bij. Ja, nou, het is heel toevallig dat ik een keer dacht, nou, hoeveel heb ik eigenlijk gedaan? En toen, via al mijn ZZP-facturen, kon je dat een beetje uitrekenen. Dus, en sindsdien hou ik het bij. Ik vind het ook wel leuk om een beetje te kijken hoe ver ik kom. Heel veel verschillende dingen. Van de Nijntje musicals tot... Powervrouwen, hè? Powervrouwen, ja. Comedies vooral, ja. Ja, dus je bent een van die vele ZZP'ers waar Herman Vinkers het net over had. Precies. In de cultuur. Wat betekent dat nu? Dat ik ontzettend benieuwd ben hoe lang dit gaat duren. Want ik heb al twee projecten moeten afzeggen. Mm-hmm. Of tenminste, die niet doorgaan. Ja. Wat al zo'n 60 mensen buiten spel zet. En, dat getal houden we even vast, hè, die 60. Voor straks. Precies. Ja. En als het vanaf... oktober nog steeds zo blijft dat die 1,5 meter regeling wordt gehanteerd, ja, dan denk ik dat er veel meer slachtoffers gaan vallen en ook veel meer producties niet doorgaan. Wat ik heel jammer zou vinden, want er staat bijvoorbeeld een productie met Bram van de Vlucht weer op stapel met Thomas Kammert, en waar ik me enorm op verheug. Ja. Ik kan natuurlijk heel veel zeggen over wat ik allemaal doe, maar wat het belangrijkste is natuurlijk dat we cultuur niet moeten wegcijferen. Het is eigenlijk belachelijk dat we überhaupt voor cultuur actie moeten voeren. Mm-hmm. Omdat cultuur maakt deel uit van wie wij zijn. Ja. Vroeger zei mijn vader altijd tegen mij van je moet veel lezen, want dan word je slim van. Dat is eigenlijk met cultuur überhaupt zo. Je moet veel cultuur tot je nemen, want daar ontwikkel je als mens door. Hè. Je moreel kompas gaat daar... wordt ontwikkeld. Heeft jouw vader ervoor gezorgd dat jij voor het theater hebt gekozen? Nou, nee, niet echt. Want mijn vader was boekhouder. En die had in die zin heeft me wel meegenomen naar het theater trouwens. Maar hij was niet degene die zei van je moet, of het is leuk dat jij aan theater doet. Dat is iets, een soort roeping, hè, zeggen ze dan wel. Ja, dat is een roeping. Ja, maar je kunt toch als vader een hoop invloed uitoefenen. Dat weet ik uit eigen ervaring. Ze hebben niet tegengehouden. Hoe is het met Lotte gegaan? Heeft hij je vaak meegenomen? Of? Ik ben vanaf 2 jaar, woon ik in het theater. Ik ben van kinds af aan al meegenomen. En dus het is bij mij, ik ben ermee opgevoed. Ja. Bij mijn dochter heeft het goed uitgepakt. Bij mijn zoon minder, die wil nooit meer iets met theater te maken hebben. Dus. Het is een risico, het is gevaarlijk. Ja. Wat gebeurde er, weet je het nog? Wat gebeurde er, wat maakt het bij jou los dat je dacht, daar ga ik in verder? Het was voor mij zoiets wat er was, of zo. Theater, dat was er gewoon in mijn leven. En dat zal voor mij ook altijd zo blijven. Het is een soort vrijheid die het je geeft. En het ontwikkelen van wie jij echt bent en van het jezelf zijn. Mm-hmm. Ja. Dus vandaar ook de keuze. Ja. Natuurlijk, theater of sowieso cultuur is dat je een wereld creëert. Hè. Dat kan je met televisie doen, film, theater, boek. Je creëert een wereld. En in die wereld kan je jezelf spiegelen, kan je jezelf herkennen. Je kan ook om jezelf lachen. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat we ook onszelf niet altijd serieus nemen in datgene wat we doen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is. En ik weet wel dat Lotte als 2-jarige naar Nijntje keek. En dat ik er echt moest tegenhouden dat ze niet naar voren sprint om mee te doen. Dus ja.
even, want je vader heeft net verteld wat de coronacrisis op zijn werk voor invloed heeft. Hoe is dat met jou studeren en afstuderen? Dat heeft wel een invloed. Het was toen de coronatijd uitbrak, toen waren we net bezig met een Engelse voorstelling. En we zouden ook naar Engeland gaan en daar in Engeland spelen. Mm-hmm. Dus dat is niet doorgegaan. En onze afstudeervoorstelling, die zouden we in het theater spelen voor de nieuwe eerstejaars. En die spelen we nu online via Zoom. Dat is nu de vorm van theater, dat je het online via Zoom dan maar gaat spelen. Hoe is dat? Ja, ik vind het helemaal niks. Ik vind alles wat theater magisch maakt, haal je weg. Het contact, de verbondenheid, de magie, dat je in het publiek binnen hoort komen en dat je denkt, oké, wat voor voorstelling gaat het worden? Wat voor zaal is dit? Dat valt allemaal weg nu. Theater, met name theaterspelen, gaat ook om naar elkaar kijken en het echt contact en op elkaar reageren. En met 0,5 seconden vertraging is dat niet te doen. Ja, wat je mist, dat zul jij herkennen, Bruin, is natuurlijk dat directe contact. Dat mis je. Ja, zeker. Ja. Toch zijn er heel veel door de omstandigheden gedwongen groepen die wel nieuwe vormen proberen te bedenken. Kan het ook zijn dat deze crisis misschien tot nieuwe vormen van theater leidt? Dat je er ook, dat er ook nieuwe dingen ontstaan? Wat denk jij? Of is dat allemaal behelpen toch? Ik denk dat het ik denk dat dit tijdelijk moet zijn. Mm-hmm. Of het voor nieuwe theaterinzichten gaat brengen. Nee. Ik zie je heel moeilijk kijken. Dat wordt niks. Ik hoop het niet. Ik zat wel te denken van, als dit nou heel erg lang doorgaat, dan kan ik me voorstellen dat we weer terug gaan naar de wagen spelen. Dus dat we met wagens de dorpen intrekken en net zo à la Molière allemaal stukken gaan brengen. Ja. Dat zou ik me nog kunnen voorstellen, ja. Ja. Maar ja, dat is dan ook. Dat kan heel erg leuk zijn, maar in de winter is het weer wat lastiger. En hoe lang hou je dat vol? Ja, dat is. Wat moet er concreet gebeuren? Behalve dat er natuurlijk veel meer geld bij moet, maar wat moet er gebeuren? Lotte. Ja. Lotte, weet jij het? Sowieso waar we nu natuurlijk ook in het theater voor strijden en in de filmindustrie, is dat het een contactberoep weer wordt. Ja, zodat je dicht op elkaar mag komen. Ja. Dat je gecheckt wordt van tevoren op corona en als je weggaat. Ja, en dat we ook niet zo in een angstcultuur moeten blijven zitten. Want mm-hmm. dat vind ik nergens op slaan. Het is natuurlijk. Corona is een pittige ziekte. Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die niet zo bevattelijk zijn voor deze ziekte. Ik denk in hoeverre is het mogelijk dat je zelf de verantwoordelijkheid neemt voor kan ik het aan om naar een theater te gaan? Ben ik iemand die die anderen aansteekt? Zijn we te voorzichtig? Ja, ik vind dat we te voorzichtig zijn. Ja. Maar goed, dan is het ook heel erg vanuit mijn. Als ik dan kijk naar mijn klas, we zijn allemaal in de 20. En wij zijn absoluut niet de doelgroep, maar moeten wel met alles rekening houden. We mogen niet zingen met elkaar. Je mag op de theaterschool nu niet zingen. Ja, dat is. Ja. Ja, het is bizar. We gaan dit gesprek afronden. Jij. Had het over 150 mensen, denk ik? Ja, klopt. Ja, die vertegenwoordigt? Want het is niet alleen de acteursopleiding, maar het is ook de techniek en de vormgeving die wij bij ons op school hebben, die er ook aan onderdoor gaat. Ja, MBO Theater Rotterdam? Ja. Ik hoop dat je heel snel weer samen dingen kan maken. Dat hoop ik ook. Ja, die examenvoorstelling dat die ook goed wordt ontvangen. Ja. Wil jij voor 150 mensen jouw handtekening op het scherm zetten? Zeker. Zo dadelijk. En Bruin, jij had het over een getal van 60. Wie zijn dat ongeveer? Dat zijn alle acteurs, vrijwilligers, technici. Eigenlijk iedereen die betrokken is bij het tot stand komen van een productie. En dan heb ik het denk ik vrij voorzichtig ingeschat. Ja. Omdat het gaat over twee producties. Één grote productie en de parade. Over de parade nog maar te zwijgen. Want er doen natuurlijk heel veel mensen aan mee. Ja.
Ja, dus... ja. Ja, gisteren was Nicole van Vesem hier ook. Ja. Van de parade. Dus daar is al over gesproken. Okay. Dat is bekend. 60 en 150. Ik zou zeggen... We gaan onze handtekening zetten. Ze staan er al bij. 46.230 is de stand nu. Nice. Bruin Kuit, Lotte Kuit. Dank jullie wel dat jullie hier naartoe zijn gekomen. Yes. Naar de fabriek in Utrecht. Yes.